Hallo jongens, welkom bij een nieuwe video. Dat is een beetje een sad day. Voor mijn nieuwe iPhone 10. Ja. Kut, dat ik het licht niet bij heb. Een iPhone 10, ik was vandaag even bij de workshop en hij doet het nog wel. Zoals je kan zien. Doet het nog, maar ik heb een probleempje. De batterij is heel slecht. Als je kan zien, het is nog steeds de achterkant er even af kan halen. Ik zet even de camera neer. Ik wil ook met een van mijn eigen team achterkantje eraf halen. Zit goed vast natuurlijk. Ja, Apple, hè? Apple. Oké, alles zit nog in. Ik heb de simkaart dus ook nog niet uitgehaald. Zoals je kan zien. Dit is de iPhone 10 met de dubbele cel batterij. SD-kaart en Vodafone simkaart zit er ook in. Maar zoals je kan zien, hier zit heel veel wit. En dat is aanslag. Hier ook aanslag. Heel slecht jongens. Fake Apple batterij. En daarom is deze batterij heel slecht. Je gaat heel snel naar beneden lopen. Zeg maar naar 0% lopen. Dat is gewoon echt kut. Zoals je kan zien staat hij nog wel aan. En dat is echt kut. Dus, ja. Ik ben wel van plan om te repareren. Maar dat gaat zomaar niet. Want iPhone batterij is best wel duur. Natuurlijk. En, ja. Ik zou deze als dagelijks kan niet echt, hè? Dus, doe een duimpje omhoog als je deze video interessant vond. En ik zie je later weer.